Ah, Simon. We gaan langs bij hacker Simon Ruhoff. Hij heeft namelijk iets ontdekt. Nou ja, die foto's moeten ook ergens staan. Nou, en er zijn tientallen sites die allemaal hun profielfoto's op dezelfde site hosten. Dat is mvibes.com. Nou, als we daar naartoe gaan, dan, dit dan is krijg het. Je een lege witte pagina. Wacht even, maar deze site, hier zouden al die profielen op moeten staan. Ja. Maar ik zie niks. Nee, dat klopt. Dus je moet onder water, zeg maar, zoals we dat noemen. Ja. Daar staan dan de foto's. Dus bijvoorbeeld. Hoeveel van die profielen staan daarop? Dat zijn er hier zo'n 1500. En dan kunnen we kijken of de foto ook GPS-coördinaten in zich heeft staan. Ja, zo te zien, hier zie je de latitude en de longitude. En deze lengtegraad en breedtegraad. Ja, ja, als je deze invult op bijvoorbeeld Google Maps, dan kun je precies zien waar dit ter wereld is. Nou, dan moeten we eventjes uitzoomen. Dan wordt het spannend. Hey. En dan zien we dat dit Rusland is. Wauw. Ja. Dus als hij dan zegt van, nou schatje, zin om morgen koffie te komen drinken. Dan moet je dus niet naar Almere, maar naar Jekaterinburg, Rusland. Ja, ik denk niet dat ze zin heeft om over te vliegen en dat ze weet van het contact. Ze is wel een lieve vrouw met het hart op de juiste plaats. Ja, ja, dat wel. Ja, het is zonde dat ze niet echt is. Op welke dating sites worden deze profielen dan vervolgens gebruikt, aangeboden? Ja, op iets van 45 sites staan die foto's. 45 sites. En zijn die dan ook allemaal van dezelfde eigenaar? Ja, degene die achter deze opzet zit, dat is de man die jullie gesproken hebben in de vorige uitzending. Die Alexander, die is de eigenaar van dit imperium. Maar die man, die zei dus van ja, wij leveren alleen de software. Wij zitten hier dus in die zin niet echt achter. Nee, ja, dat is maar hoe je het net bekijkt. Hè? Want de software die is helemaal gecustomized, zodat zij die chatoperators ook kunnen chatten. Dat die netprofielen worden aangeboden. Dus ze weten precies wat er aan de hand is. Ze doen hier zelf ook aan mee. Dus ze zijn volledig betrokken in deze operatie. Volgens Simon is D-Support de spin in het web van minstens 45 datingsites en de leverancier van de nepprofielen.